gedacht. Echt vet ongelukkig voor de kier van. Vooral gezeild van het ene eiland naar het andere. En verschillende ankerplekjes aangedaan. En dat is in dit filmpje te zien. En daar liggen we dan. In Menorca. Super rustig, echt waar. La Mola. Nou, een defensiebolwerk uit de geschiedenis op het puntje van Menorca. Echt betoverend. Vroeger vast niet. Ja, vrouwens moeten de eerste keer zijn. Wacht, Lisa vast. Gaat zelf naar de overkant. Maar gelukkig is er ook nog ander vermaak. Samen met Alex en Mandy genieten we van een privéparty van anderen. Onze boot ligt in een datagat. Ja, dat kan je zo hebben. En goed, dus daarom gaan we dit hele mooie plekje ook wel weer verlaten. Nou, dag Mahon. We hebben zuidenwind. Zuiderwind. We hebben zuiderwind. En dan is het best lastig ankeren op het zuiden van het eiland. We liggen niet goed op anker. We zijn toch een beetje op drift geraakt. Onze ankerwinch is kapot. Kijken of we weer opnieuw kunnen ankeren, dus zonder winch. Niet met slippertjes over dit soort rotsen. Domme, domme Lisa. Cala Caldana. Voor het eerst sinds ons verblijf in Griekenland en daarna Spanje echt geregend. Zodat je gewoon met de trottel, zeg maar, veel toeren, dat we dan gewoon die accu kunnen ontlasten. Martin is een beetje trots op zichzelf. Lisa heeft een verschrikkelijke hekel aan klusjes, maar ik heb hem nu toch kunnen strikken voor mijn klusje. Sterker nog, ze poot het zelf aan, ze zit de rits aan het repareren. Waarom dan? Het gaat wel met draadjes los. Oké. Ik denk dat ik even naar de snelheid ga kijken. Ik denk dat hij er zonder zeilen wel een beetje uit is. Nou, we zijn op Mallorca. En we gaan aan een boei. Omdat ons anker niet helemaal doet wat wij willen. We moeten 5 minuutjes wachten. En ik geloof toch echt dat het, ook al is het oktober, dat het laatste vrije boeitje is. Kijk, hier zijn alle boeitjes bezet. Daar zijn alle boeitjes bezet. Echt waar, er is er gewoon nog maar één. Onze speedy dinky
boeiexpert. Die komt uit de haven en die gaat ons, die gaat ons aanleggen. Portage. Ik denk zo. Uit. Dus ze heeft de voet zodanig bezeerd dat ze niet goed kan rennen. Waarom heb je zo'n last in je voet? Nou, omdat ik, het is te belachelijk, van de boot afsprong op een platoon waar we moesten tanken. En dat hadden ze groen geverfd. En in mijn brein was het gras. Dus ik sprong gewoon wap, heel soepeltjes naar beneden. En toen kwam ik met mijn beide voetjes. Kering! Op een heel harde ondergrond die ik niet verwacht had. En het was best wel hoog. Ik zou gewoon even staan, doink, op mijn hakken. Nou, waar gaan we precies naartoe? Ja, nou, een bootje dacht ik. Zullen we dan de andere kant op gaan? Ja, is die daar? Ja. En nu ben ik te vroeg gaan rennen, denk ik. Ja. En daar is de vuurtoren op het zuidoostelijke puntje van Mallorca. En dan komen we al in de buurt van La Palma, de Mallorca. En tot nog toe vinden wij Mallorca een beetje wat meer druk. Plaza Mayor is wel een beetje uitgestorven. De Nautical Shop is onze eerste levensbehoefte geworden, toch? De meneer die gaat even bellen of ze de accu's kunnen brengen, want wij zijn met de fietsjes. Una medias 50 en otras 48. Nou, hij lijkt ze wel op. Ik denk dat het een goede ankerketting is. Ik ben aan het opruimen. Oh, ik ben echt goed, man. Nieuwe accu's voor de ankerketting en de boat thruster. Ja. Zodat we... Ja, onze anker ging ook wel ongeveer in dit tempo. Doe je goed. Nou, daar is de ankerketting. We gaan het begin zoeken. Ja? Ik wil voorkomen dat hij zo meteen het water in duvelt en dat de hele ketting erachteraan gaat. Ja, daar gaat hij weer met de ankerketting. Als ik er nog bij zit, is het te zwaar. Dus ik ga maar even boodschappen doen. Nou, Martin is nu in ieder geval met de dinkie al bij de boot. En in zijn eentje de ankerketting aan het... uitladen, denk ik. Ik denk dat de mannen van de motoronderhoud ook mijn dinges hebben willen opdraaien. Misschien moeten we toch eventjes ondertitelen. Ik denk dat de mannen van de motoronderhoud ook mijn dinges hebben willen opdraaien. Doe je dat? Of niet, maar dan mijn feestsnaar hadden willen aansluiten. Dat is heel bizar. Nou ja, misschien is het wel handig met zo'n vormpje. Ja. Rood voor 10 meter, blauw voor 20, groen voor 30, dit is 0 meter. Fijn dat er niet van die, dat er niet duizend van die dingetjes in moeten. Ik hou het raadje vast.
geprobeerd een stekkerblok te kopen. Wat? Is het in één keer gelukt? Ja. Nou, dat zou leuk zijn. Oké, kan je nu nog eens de stekker instoppen? Nou, daar heb je best wel een punt. Kijk, en dan is het vraagje aan mij, maar die kan niet gaan, toch? Nee, dat kan niet. Heel mooi. Ik geloof er niks van. Als ik nu kijk naar onze interieur. Oh. Echt vet ongelukkig word ik hiervan. Prut. We hebben voor het eerst de generator aan. Dat we niet genoeg stroom hebben. De koelkast deed het niet meer. Dus we moeten het nu een beetje in het donker doen. Een slechte dag tegen Mallorca. Tot volgende week. Dag Mallorca, tot volgende week.